helemaal echt gewoon, we lopen een beetje over. Dat is het gewoon. Heb je ook dat gevoel dat je gewoon eigenlijk keihard wil janken? Ja. Wow, dit keer was heftig. Punk. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Nou, we zijn 1 dag voordat Sergio naar Turkije gaat. En 1 dag voordat ik mijn MRI ga krijgen, mijn tussentijdse. Dus dat is super spannend. Waarschijnlijk voor mij. In mijn geval moet ik echt nog wel eventjes wachten voordat ik de uitslag krijg. Want ik word er waarschijnlijk niet gelijk over gebeld. Niet? Nee, volgens mij niet. En ik heb wel een afspraak staan, maar dat is pas 1 week later. Mama? Mama? Ja, ik kom een keer gaan voor mij dan binnen. Oh ja. Hij wilde drinken. Ja. Dus we gaan zo even kijken of we drinken kunnen scoren. Ja, nee, ik vind het gewoon niet leuk dat ik er niet bij kan zijn. Ja, ik vind het ook niet leuk dat ik er bij jou niet bij kan zijn. Nee. Het loopt allemaal even niet zoals we willen. Nee. We zijn keihard bezig geweest met de badkamer om dat zo ver mogelijk af te krijgen. Althans, vooral Sergio. Ik loop er een beetje bij als kip zonder kop. Heel irritant. 2 dagen inderdaad volle bak bezig geweest. De eerste dag ging eigenlijk best lekker. En gisteren was een hele rare dag eigenlijk. Je begint dan gewoon 's ochtends weer een tegensnijden. Ging niet lekker. En toen was ik iets kwijt wat ik uiteindelijk helemaal niet kwijt bleek te zijn. Want het zat gewoon in de muur. En heb ik een tegel gesneden en die had ik weer vanaf verkeerde meetpunt afgemeten. En ik rij nu ergens heen, maar ik heb helemaal geen flauw idee waar ik naartoe ga. Nee, we zijn echt helemaal verkeerd aan het rijden ook gewoon. René die is even niet... Ga maar naar rechts. Echt in naar rechts. Ja. Gewoon naar de andere kant van de zijweg. We zijn nu gewoon een heel rondje aan het rijden. Superleuk. Ja, die baalt gewoon, die wil gewoon weer zichzelf zijn, wat ik ook gewoon heel erg snap. Je zit allemaal maar thuis en in een traject en je kan helemaal niks en helemaal niks. Het is gewoon... Gewoon een heel... Ja, ik kan het niet uitleggen. Je zit gewoon niet lekker in je vel, alles wat je bent, zeg maar, dat... Gewoon een vervelend gevoel in je mond, in ieder geval een beetje droog, geen smaak. En dan probeer ik me weg te vreten en te drinken om dat gevoel maar weg te krijgen. En ik loop een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Dat ik toch eigenlijk een beetje vermoeid ben, maar ook iets wil doen. En ik wil iets kunnen betekenen, mama, maar dat kan dan ook weer niet echt. Dus mama, ja. Allebei. Wil je hem vasthouden? Ja, ik mag strakjes. We hebben allebei vakantie, maar ja, helemaal geen vakantiegevoel. Je wil gewoon ontspannen en samen leuke dingen doen. Papa! Eventjes. Papa! Ja? De democratie? Ja, schatje, jij hebt ook vakantie. Ik ben wel benieuwd wat hij nou van de definitie vakantie, want hij heeft 1 keer het woord vakantie en nou wordt het de hele tijd vakantie. Hij vindt het gewoon een heel leuk woord, denk ik. Ja. Nou ja, in ieder geval, we gaan proberen het beste van te maken. We gaan even boodschapjes doen. En ik denk dat we dan toch nog gaan proberen de badkamer zo goed als af te maken, of niet? Zo goed als af te maken? Nou, ja, helemaal afmaken niet. Ik maar hoop naast de tegeltjes. Muren dicht, want dat zijn echt nog maar 3 tegels. En de wc ophangen. Nou, daar zat ik dus te denken. Dat kan helemaal niet, want we moeten ook nog voegen. Oh, we moeten ook nog voegen. Dan kan ik niet voegen waar de wc hangt, dus dat is niet... Nou ja, we proberen... Kan wel de radiator eventueel hangen. Maar daar moet ook gevoegd worden. Daar moet ook gevoegd worden. Nou, dat is gewoon de hele dag. Ja, helemaal echt gewoon, we lopen een beetje over. Dat is het gewoon. We hebben even geen overzicht meer en kan niet meer normaal nadenken. Heb je ook dat gevoel dat je gewoon eigenlijk keihard wil janken? Ja. Maar het gewoon een beetje geblokkeerd zit ofzo? Ik heb wel een beetje het gevoel alsof ik op elk moment op uitbarsten sta. Ja. Maar ja, oké. Okay. Keep on smiling. Ik heb de boodschappen gedaan. En nou was Sergio ook nog het kaartje kwijt. Die we niet konden vinden. En eigenlijk is het eerste uur gratis parkeren. Maar we zijn het kaartje kwijt. En hij wilde dus niet open doen. Dus nu moesten we 10 euro betalen. Voor jouw lul.
voor niks. Het slaat ik helemaal nergens op, want ik heb het tot zeker 10 keer in mijn zak gevoeld tijdens het boodschappen van, nou, zit je er nog, kaartje, zit je er nog, en het zat er nog. Papa. En ineens is het gewoon weg. Mama. Het slaat helemaal nergens op. De dag van gisteren continues. Het irritante is gewoon dat het eerste uur gratis is en ze hebben dus blijkbaar geen kentekenherkenning. Nee. Als ze dat hadden gehad, hadden we gewoon door kunnen rijden. En hadden ze kunnen zien dat we daar geen uur hebben gestaan. Zo'n garage is natuurlijk alleen maar blij met mensen die de kaartjes kwijtraakt. Raken. Ja. Zo'n dag. Weet je wat ook nog is? Dat ik blijkbaar niet meer verstaanbaar ben. Of Sergio en mijn moeder worden dover. Kan ook. Of ik praat ineens echt hartstikke onduidelijk. Ik ben gewoon... Je articuleert gewoon heel slecht. Ik weet niet wat het is. En je praat ineens super snel. Zachtjes. Het zal wel allemaal van beide kanten zijn. Want jullie oren zijn ook niet al te best. Daarvoor al niet. En ik ben misschien wat meer gaan mompelen. Nou ja, het is wel gewoon toevallig dat papa, je man en ik allebei papa, gewoon papa, op is gevallen. Papa, de hele dag papa, allebei zeggen van, papa, sorry René, ik versta papa, je. Maar hiervoor, papa, voor dit allemaal, waren jullie oren ook niet op te brengen. Papa, ben je? Is niet slechter dus geworden dan voor je. Ja. Wat is dat nou? Papa. Ja, ik weet het niet. Nou ja, het is misschien goed om me dadelijk te papa, laten testen allemaal. Papa? Wat, jouw spraakvermogen? Nee, jullie oren en mijn oren en mijn ogen. Gewoon, we laten ons gewoon helemaal even testen. Papa. En de check-up. Ja, kan er helemaal bij. Blijven we zitten tot het ophoudt met regenen? Of, Weet het niet. Papa? Ja. Huh? Jessie is er ook klaar mee. Het is ook tijd voor bed voor Jessie. Ja. Nu we toch zo lekker bezig zijn met klagen. We zijn de auto aan het uitruimen, zegt Sergio. Kan het zijn dat jij geroken hebt aan het wasmiddel en hem niet goed hebt dichtgedaan. Dus waarschijnlijk zit nou heel de auto onder ook, onder het wasmiddel. Nou, ruikt hij in ieder geval lekker. Nou, we zijn een beetje tot rust gekomen. Ik heb gekookt vandaag. Meisje, heeft lekker gekookt, ja. Heerlijk. Het is alweer bijna op, maar Jessie die vindt het heerlijk, hè? Ja. Zijn bootje valt uit elkaar. Ja. Ik heb lekkere tacobootjes met gehakt en boontjes en mais en paprika. En guacamole gemaakt en geraspte kaas. En ijsbergsla, crème fraîche. Echt heel lekker. Ja, dit is wel echt jouw ding, hè? Ja. Hé, hey Jessie, wat zit er allemaal op jouw... Op jouw bootje. Crème fraîche. En kaas. En guacamole. Ja, lekker. Zit er ook guacamole op? Ja. Wauw. Waarom die? En die, ja, die ook. Dan zeggen we eet smakelijk. Eet smakelijk. Goedemorgen. Het is vandaag, even kijken welke camera. Ja, welkom bij een nieuwe video. Het is, geen nieuwe video. Ja, maar hier wel. Oh, voor jou wel. Ja, voor mij nog niet. Dit het is het dus begin van mijn 10 reis. augustus. En, onze wegen gaan hier scheiden. Ik ga naar de MRI, tussentijds MRI. Heel spannend, ik krijg waarschijnlijk niet gelijk de uitslag. En Sergio, die gaat naar de keizer zonder mij. Vind ik heel erg jammer. Maar wel voor iets heel erg leuks. Ik mis je. Mis je. Oh. En je gaat zeker beter weer hebben, denk ik. Ik hoop voor je. Nou, dus want het regent knijterhard. Het regent als het giet. Ja. En het giet. Het regent en het giet. Ja. Het regent. En daar ben ik mooi. En hier ben ik geel. Maar niet uit. Ja, in ieder staat geval, hij ook op automaat? Volgens mij wel. Wat een rommelig begin dit. Ja, maakt helemaal niet uit. Wij moeten opschieten, allebei. Mis jou. Heel veel bellen. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Jij ook. Ja. Oké. Oké, doei. Nou, ik kom net
van de MRI vandaan. Het is 10 uur. Wow, dit keer was heftig. Ik weet niet wat er mis ging, maar ik moest. Ja, het ging allemaal redelijk snel en ik was gewoon minder voorbereid dan vorige keer. Ik had gewoon maar wat aangetrokken en niet aan gedacht om even een lang t-shirt aan te trekken of zo. Dus ik had deze trui. Nou ja, dat was dan niet zo heel slim. Er zit ook een klein dingetje aan, metaal, dus nou, die kon ik dan ook niet uit. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, liggen, weer een infuus. En ja, ik weet niet, ik ging die tunnel in en heel mijn lichaam begon gewoon alsof heel mijn lichaam aan het draaien was. En ik kon me niet focussen, want mijn gezicht lag op iets. En ik probeerde maar mijn ogen zo om ergens op te focussen of mijn ogen open te houden. Want als ik ze dicht deed, nou, alsof mijn lichaam gewoon de hele tijd zo ging. En ik denk, oh nee. Alsjeblieft, krijg het onder controle, want ik moet hier een half uur liggen, stil. En zweten. Maar goed, we hebben het weer overleefd. Het gaat weer oké. Ik zit nu in de auto. Sergio die is al bijna op Schiphol. Dat is bizar. Dus nou, ik ga lekker naar huis en dan even wat eten. Zo, nou, Jessie Silver die heeft lekker een tukje gedaan. Ik ben ook lekker mee geweest. We zitten nu in de tuin. En Jessie Silver is lekker in zijn huisje aan het spelen. Hoop. Hij is zo lekker vrolijk. En ik probeerde een drankje open te maken. Aloe Vera. En die gaat altijd heel moeilijk open. Altijd al moeilijk. Maar dit is wel echt next level. Nu tegenwoordig kan ik nergens meer tegen. Gewoon een blaar op mijn hand. Oh, wat heb jij dan? Wat heb jij? Je zit helemaal in de melk. Ja. Vind jij dat lekker, melk? Ja. Oké, doei. Zo, goedemorgen. Het is 11 augustus. Sergio is al vol in de behandeling. Ik zal zo wat filmpjes laten zien. Maar nu zijn we lekker met Jessie naar de kinderboerderij. Dat is leuk, hè? Ja. Ja. Wat is dat? Hè? Ik kom heel graag. Hoe heet dat park? Joan. Of Jojo, ja. Kom, pak dan maar. We hebben net een gehad. Ja. Ik heb hier stage gelopen. Ik ga een appel eten. Wat gaat hij eten dan? Een appel eten. Gaat hij een appel eten? Ja. Ik denk dat dat sla is. Nee, een appel eten. Oh, oké. Okay. Zo, een hele grote koeienfly. Loop daar maar niet doorheen, schat. Kom maar hier. Ja, niet door het zwart alsjeblieft. Zo. En allemaal koeienfly. Bah. Zo, waar lopen we nu naartoe, Jess? Naar de koeien? Maar mama heeft er natuurlijk weer niet over nagedacht dat we hier met onze slippertjes lopen. In de koeien vlaaien en poepies. En haar mag de pret niet drukken. Dat is een mooie koe. Wat is het? Vind je het eng? Nee. Nee? Geef een stop voor de koe. Koeien. Oh. Doet hij nou? Koeien. Ga je geven aan de koe? Geef maar aan de koe. Wat? Oh, ja. Oké. <Okay. laughs> Zeg maar thank you. Maar dank je wel. Ja, tegen die mevrouw ook, hè? Dank je mevrouw. Zo, we hebben de kok van het bos ontdekt. Ja. Wat bent u aan het maken voor ons? Een lekker soepie? Mm. Lekker zeg. Aardbeien.
lekkere aardbeien. Een lekker aardbeien. Een lekker aardbeien. Een heer aardbeien. Aardbeien? Ja. Een heer aardbeien. Een aardbeien. Goed hoor. Aardbeien. Zo, nou wij zijn weer lekker thuis. Jesse Silver ligt in bed. En zoals ik net al zei, ik zal jullie even een sneak peek geven over hoe het bij Sergio eraan toe gaat. Hij ligt er inmiddels onder. En deze fotootjes heeft hij mij gestuurd. Hij is... Oh, aan de kant. Punk. Filmpjes aan het sturen. En ja, het gaat goed. Het ziet er pijnlijk uit. Maar dit kunnen jullie dus een beetje verwachten. En hij is dus echt alles aan het filmen. Oh, check dit. Oké. Nou, heel spannend. Het gaat tot nu toe goed. Dus hij gaat in ieder geval in de volgende vlog... gaat hij jullie meenemen naar zijn trip naar Istanbul. Ook voor alle mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn. Het is iets wat we natuurlijk al heel lang... eigenlijk al lang wilden. En ja, nu was het zover. En helaas kon ik niet mee... Maar ja, ik ben heel blij dat hij het toch gedaan heeft. Want hij wilde dat heel graag. En ik kan niet wachten tot het resultaat. Want ik heb alleen maar hele mooie dingen gezien. Dus voor nu ga ik het even afsluiten. Ik hoop dat je dit toch een leuke vlog vond. Doe even een duimpje omhoog voor de sport. Vergeet niet te abonneren en om het belletje aan te zetten als je op de hoogte wil blijven. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. En nogmaals, dank voor jullie reacties. Ciao! When I'm with you, no, the world won't break.